Ja, ik ben er heel tevreden mee. Ik denk dat het heel erg nodig is. En wat hartstikke goed is, is dat ook de raadsleden doordrongen zijn van het feit dat deze uitbreiding noodzakelijk is. Zij zijn zelf ook op bezoek geweest bij het jongerenwerk en hebben gezien wat het gebrek eigenlijk aan de capaciteit nu teweeg brengt. En hebben eigenlijk meteen een soort boter bij de vis gedaan en gezegd, we vinden dit belangrijk, we zijn bereid het bedrag beschikbaar te stellen. Formeel moet het nog worden vastgesteld door de gemeenteraad, maar de commissie heeft eigenlijk aangegeven dat ze unaniem voor het voorstel zijn. Ja, want we hebben het dan over zo'n 115.000 euro zeg maar, geld. En dat gaat helemaal besteed worden aan personeel. Ja, dat klopt. Het gaat helemaal besteed worden aan uitbreiding van de capaciteit voor jongere werkers. We krijgen er een HBO erbij. En dat is echt pure noodzaak. Want binnen de gemeente Teylingen werd er relatief gezien weinig geld per inwoner, jongeren, besteed ten opzichte van Hillegom en Lisse. Ja, dat klopt. En ook nu zijn we eigenlijk nog relatief laag ten opzichte van Lisse en Hillegom. En we zagen dat we gewoon vastliepen op een aantal onderdelen. En welzijnskwartier gewoon niet kon bieden wat we hen vroegen. En daarom is deze uitbreiding hartstikke belangrijk. Dan heb je binnen de gemeente Teylingen in Voorhout en in Sassenheim twee zeg maar, jongere plekken. In Warmond heb je die niet. We gingen in de commissie net een beetje de geluiden rond. Zo van, is dat daar misschien ook noodzaak? Moet er een enquête komen? Uiteindelijk gaat dat niet door, hè? Nee, de afspraak is nu dat commissieleden, als zij vanuit Warmond signalen krijgen dat het nodig is, dat zij dat naar ons toe brengen. Iemand gaf de vergelijking van, ja, we gaan ook niet een enquête voor een boetsierclubje doen. We zijn ook in gesprek met jongeren. Sommige jongeren uit Warmond komen op onze andere locaties. Vooralsnog hebben we geen signalen gehoord dat het daar nodig is. Maar de commissieleden gaan hun oor te luisteren leggen. U krijgt ook nog complimenten richting het ambtelijk apparaat. Want in november 2022 is er een motie ingediend door GroenLinks en D66. En daar is nu al uitvoering aan gegeven middels dit voorstel. Ja, dat zegt ook iets over de urgentie. Maar het zegt ook iets over de kwaliteit van de samenwerking die we met het welzijnskwartier hebben. We kunnen heel snel met hen schakelen, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Waardoor we dit soort voorstellen met veel snelheid naar de raad kunnen brengen. Nou, als er dan op 2 februari een klap-off gaat worden gegeven, vanaf wanneer is dan die extra jongerenwerker ook daadwerkelijk aan het werk? Nou, de arbeidsmarkt zit niet helemaal mee in deze tijd. We moeten natuurlijk nog iemand werven die ook een opzegtermijn heeft. Ik hoop zo snel mogelijk. Ik kan daar niks over zeggen.